Goedemorgen dames en heren. Welkom bij Weer Beweegt. We zijn vandaag lekker buiten. Fijn dat jullie allemaal meedoen. Wij zijn er in ieder geval allemaal klaar voor. Dus we gaan er lekker tegenaan vanmorgen. Goed zo. Begin rustig te stappen. Denk weer aan je houding. Goed rechtop. Denk aan de voetafwikkeling. Teen hak. Oké, schouders blijven laag. Goed zo. Oké, stap. Oké, prima. Goed zo. Ik begin denk ik met mijn rechtervoet naar voren. Dan ga ik tikken. Dan stap ik weer terug. We zullen een keer langzaam voordoen. We beginnen met de rechtervoet. Voor en tik. Achter en wissel. Nou met links. Links en tik. Achter, wissel door. Met rechts. 1 en tik. Achter, wissel door. Dan gaat hij weer met links. Links en tik. Achter en sluit. We gaan sneller tempo. Rechts, tik. Achter, wissel. 1, tik. Achter, wissel. Voor, tik. Achter, wissel. Voor, tik. Wissel door. Voor, tik. Stap door. Dus het is rechts, tik. Links, rechts. En rechts, tik. En stap door. Voor, tik. Loop door. Voor, tik. Goed zo. Stap door. 1, tik. En weer voor. Voor, tik. Stap door. Voor, tik. Goed zo. Oké, hier gaat het ook goed. Prima. Voor, tik. Stap. Door, voor, tik, stap door. Prima, ga door, hou vol. Als de pasjes wat te groot zijn, maak de pasjes gewoon wat kleiner. Tik, stap door en voor, tik. Goed zo, ga door, voor. Prima, voor. Goed zo, voor. Oké, en voor. En even rusten. We gaan veer, veer. We gaan nu naar achter. Beginnen we daar weer met de rechtervoet. Gaat hij achter, voor achter. Spreid en weer voor en sluit. Rechts naar achter, spreiden, rechts voor en sluit. Rechts, achter, spreid en voor. We gaan sneller tempo. En achter, 2, 3, 4. Achter, 2, 3. Goed zo. Als de paswielen weer te groot zijn, maak je ze gewoon wat kleiner. Achter, voor. Wordt te klein. Goed. Voor en achter. Goed zo. Ga door. Achter, voor, achter, ga door, goed zo. Nog 4, en nog 3, en nog 2, en de laatste, 1. En even rust, doen we hetzelfde met het linkerbeen beginnen. 5, 6, 7, dan gaat hij achter, achter, 2, voor, en achter, spreid, voor en sluit, achter, spreid, voor, sluit. Achter, spreid, voor, sluit. Prima, ga door. Blijf rechtop. Hier geldt weer hetzelfde. De pasjes weer te groot zijn, maak je ze wat kleiner. Maar goed, kleine pasjes. Oké, prima. Ga door. Blijf ook rechtop. Goed zo. Achter gaat ook goed. Ja, prima. Oké. Achter en voor. Achter, voor. En achter en voor, achter en nou nog één keer, de laatste, achter en voor, sluit, even rust. Oké, prima. Goed zo, en stap uit. Adem in door je neus en blaas uit. Adem in door je neus, blaas uit door je mond. Oké, prima, we zijn weer lekker warm, hierachter ook. Goed gewerkt. Oké, dames en heren, we gaan weer verder met het conditionele stukje. Lekker weer stappen. Goed denken aan je voetafwikkeling. Goed rechtop. Schouders zijn laag. Oké, prima. Goed zo. Zijn we er klaar voor? Oké, dan gaat hij. We beginnen met voortik. Met de rechtervoet begint. Begint hij 5, 6, 7. Rechts, voor, tik. Wissel door. Links, tik. Wissel door met je voeten. Rechts, tik. Wissel door. Goed. Links, tik. Ga door. Blijf rechtop. Links, tik. Oké, prima. En voor, tik. Maak het eigenlijk weer een beetje moeilijker. En een beetje zwaarder. Want dan komt de knie, die komt eigenlijk eens omhoog. Ja? 5, 6, let op, daar komt hij. 1, knie. Terug, stap door. 1, knie. Terug, stap door. Als hij te hoog is, wil hij maar gewoon een klein stukje omhoog. Hè?
Dat kan ook, een klein stukje. Goed zo, prima. Ga door. Goed. Oké, voor. Gaat die goed? Ja. Oké, voor. En op. En op de laatste keer en dan komen de armen erbij. Komt die voor. 1. Stoot naar voor. Stoot naar voor. Stoot naar voor. Goed zo. En stoot. Probeer het wel de schouders laag te houden. En niet optillen. Niet optillen. Hou ze laag. Goed zo. Op. Prima. Ga door. 1. Voor. Terug. Voor. Nog 8 keer. 1. 2. Goed zo. Blijf rechtop. 4 keer. 4 keer. Prima. 3. Nog 2. 2. En de laatste. Oké, stap uit. Armen even ontspannen. Lekker los. We gaan naar achter. We beginnen achter spreid, voren sluit. We beginnen met de rechtervoet. Achter, achter en voor. We gaan gelijk sneller tempo. Achter, 2, voor, achter en voor. Achter en voor. Goed zo. Blijf recht. Komen dan weer de armen erbij. 4 keer. 3. 2. En de laatste. Dan komen de armen. We gaan opzij. 1. En laag. Op en laag. Hou de armen iets gebogen. Je schouders blijven laag. Prima, ga door. Zijn de stappen weer te groot? Maak je die stappen weer wat kleiner. Als het niet lukt met je armen, laat je je armen weg. Prima, ga door. En 1. Terug. 2. Terug. Nog 2 keer. En de laatste. Oké, prima. En 4. Even de armen weer los. Gaan we met het linkerbeen beginnen. Links naar achter. 6, 7 en links. 2, voor. En links. En voor. Goed zo. Ga door. Blijf rechtop. Prima. Stap door. Oké. Dat is ook goed. Prima. Nog 4. 3. Nog 2. En de laatste. En dan komen de armen er weer bij. Gaat weer opzij. Zij. En laag. Zij en laag. Zij en laag. Stap door. Goed. Blijf rechtop. Lekker aan je schouders. De schouders laag. Op en laag. Op en laag. Op en op. Nog 4. 3. 2. En 1. En stap uit. Schud je arm goed los. Ontspannen. Oké, is goed gegaan hierachter. Ja, prima. Goed gewerkt. Dan nou, even adem in door je neus. En adem uit. Adem in. En blaas uit. Oké, prima gewerkt allemaal. Achter mij ook. Goed zo. Prima. We weten het allemaal, bewegen is belangrijk. En wat het allerfijnste is, is lekker buiten bewegen in de natuur. Waarom is dat fijn? In de natuur krijg je lekker zuurstof binnen, je kunt met elkaar bewegen. En het allerbelangrijkste is, de natuur voegt ook nog eens iets extra toe. Dus mijn tip, ga lekker buiten bewegen zoals deze mensen. Of maak een wandeling in de natuur, ook heerlijk. Dames en heren, we gaan weer een krachtoefening doen. We zetten de voeten op schouderbreedte. Maak jezelf een beetje groot. Lekker ontspannen in de schouders. En we gaan oefenen hoe we vanuit zit uit een stoel omhoog kunnen komen. Als u dat prettig vindt, maakt u weer gebruik van een stoel. We gaan een kniebuiging doen. We beginnen eerst even rustig. En u komt omhoog, alsof u uit de stoel opstaat. Als het lukt, mag u wat dieper gaan. Stel de handen op de knieën. Die gebruikt. De zijkant, hier zit daar, duw mezelf eventueel omhoog en ik kom naar voren. Eenmaal, uit deze positie kom ik omhoog, duw de knieën wat naar buiten als u omhoog komt. Vijfmaal, terug naar beneden, de romp blijft groot, kijk omhoog.
romp recht. Duw eventueel omhoog. Beneden. Eventueel met één hand. Je kunt ook de zijkant nog gebruiken om een stoel of een ander object vast te houden. Dan gaan we naar beneden. Lukt dat? En groot. Schouders hoog. En adem rustig door. Vanuit zitpositie. Palm omhoog. En we schudden even los. We gaan nu iets pakken. Denkbeeldig. Zet de voeten weer bij elkaar. Kom op de tenen en we rekken wat naar voren alsof we iets willen pakken. Ook hier, als u het prettig vindt, gebruik maken van de stoel dat u met één hand iets kunt pakken. U houdt zich vast, rekt zich even uit, komt op de tenen en gaat terug. Nog 5 maal. Rek u uit, kom op de tenen en u voelt vanzelf die kuiten aanspannen. En weer terug. Nog 4. We pakken iets, we kunnen er bijna bij. En terug. Zijkant. Rek u uit. Pak iets van dat schap. En weer terug. Nog 2. Rek uit. En terug. En de laatste. Rek uit. En kunt u de armen niet helemaal strekken? Dan doet u dat wat minder hoog. We schudden weer even los en we gaan hem combineren. We gaan weer opstaan uit die stoel. Uit zitpositie. Duw eventueel omhoog. We gaan door, strekken. En pakken iets van dat schap. Gaan weer naar beneden. Uit zitpositie. Omhoog. Pak iets uit dat schap. Kom op de tenen. En we komen terug. En het evenwicht verliezen. Dat kan met deze oefening. Klein beetje is niet erg. Duw de knieën naar buiten. Adem rustig door. En maak u lang. Nog 4. Uit zit. Duw eventueel omhoog. We gaan door. En weer rustig. Doorademen. Schouders ontspannen. Houd de romp recht. Kom omhoog. En we gaan door. Naar beneden. Als het lukt met de armen los naast u. En door. Uit zit. Hou rustig omhoog. 1, 2, 3. En door. Beneden. Omhoog. En door. Nogmaals van de zijkant. Rustig uit zit. Duw omhoog. Ga door. Op de tenen. En terug. En we schudden even los. Adem rustig uit. Adem weer in door de neus. En adem uit. Adem in. En adem uit. Dank jullie wel, dames. Keurig. Dames en heren, na de arbeid tijd voor wat rekkingsoefeningen. Ga rechtop staan. Breng één been naar voren. Trekken de teen naar ons toe, duwen de heup naar achteren en houden dit even vast. Hou dit maar eens 8 tot 10 tellen vast. Romp recht op, teen naar je toe, heup naar achteren duwen. Van de zijkant. Andere been naar voren. Kantel, teen naar je toe, been is gestrekt. Voel die rekking in dat been. Houd dit ook 8 tot 10 tellen vast. Keurig. Veel steunen op de benen. En we komen op. Volgende oefening. Voet naar achteren. Strekken het achterste been. Buigen het voorste been. Hiel op de grond. Romp rechtop. Ontspannen. Rustig doorademen. Hou dit even vast. Ook weer 8 tot 10 tellen. Rustig vasthouden. Oké. Andere been. De zijkant. Been gestrekt. Kijk maar hoe groot u dat pasje kunt maken. Voorste been wat buigen en strek dat achterste been. Maak eventueel gebruik van een stoel als u dat prettiger vindt. Keurig, dames. Houd dit vast. Okay. En we schudden even los. Aandacht voor het bovenlichaam. Voeten schouderbreedte, knieën licht buigen. Maak de armen breed en we doen net alsof we een boom omhelzen. Hou dat vast. Hou dit vast.
Rustig doorademen. Ook 8 tot 10 tellen vasthouden. 6, 7, 8 en los. We gaan de rechterarm omhoog doen. We duwen wat tegen die arm aan en duwen hem naar achteren. Kijk hoe ver u komt. Voeten schouderbreedte. Houd dit vast. Rustig doorademen. Ook 8 tot 10 tellen. En los. Andere arm. Omhoog. Duw tegen die arm aan. En kijk maar hoeveel je die arm naar voren kunt duwen. Ook deze oefening. 8 tot 10 tellen. Voel de rek in die arm. En los. Andere oefening. Armen naar achteren. De armen in elkaar. Duw die armen naar achteren, omhoog, keurig. Voel wat in de schouders. Ook dit, 8 tot 10 tellen vasthouden. Voeten schouderbreedte, zorg voor een stevige balans. 6, 7, 8 en los. We eindigen met de ademhaling. Adem in door de neus. En adem uit door de mond. Gooi lekker los, eenmaal. En ga door. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen.